Hoe moeten we de relatie tussen de geest en het lichaam denken? Het behaviorisme komt met een antwoord op deze vraag dat de wetenschap serieus neemt. Eerdere posities in het lichaam-geestdebat deden dat feitelijk niet. Substantiedualisten als René Descartes meenden dat lichaam en geest twee substanties waren. Het probleem hiermee was dat de positie impliceerde dat lichaam en geest niet zouden kunnen interacteren terwijl ze dat overduidelijk wel doen. Desondanks vasthouden aan dualisme neemt de wetenschap niet serieus. Het idealisme van George Berkeley zat niet met het interactieprobleem, omdat het geen dualisme maar een monisme was. Berkeley argumenteerde dat zijn waargenomen worden is en dat maakt de fysische wereld afhankelijk van de mentale wereld. Hierdoor is het fysische dus duidelijk geen substantie, want de substantie is datgene wat op zichzelf kan bestaan. Dit idealisme bleek ook onhoudbaar, omdat Berkeley via een drogredenering wilde laten zien dat alle eigenschappen van fysische objecten bestaan bij de gratie van een waarnemer. Door niet goed te redeneren nam ook hij de wetenschap niet serieus. Behavioristen namen de wetenschap juist wel serieus. Wetenschap moet zo objectief mogelijk zijn en dus kunnen we in de wetenschap geen zaken accepteren die subjectief zijn. In de filosofie vinden we een argument voor het behaviorisme bij de filosoof Gilbert Ryle. Hij stelde dat de geest niets meer is dan een verzameling gedragsdisposities, waarmee bedoeld wordt dat onder bepaalde omstandigheden iemand bepaald gedrag vertoont. Vergelijk dit met een suikerklontje dat de dispositionele eigenschap heeft oplosbaar te zijn. Als je het suikerklontje in een glas water laat vallen, dan zal het oplossen. Deze eigenschap is alles wat er is als het gaat om oplosbaar zijn. Er zit niet nog een mysterieuze oploskracht in het suikerklontje. Hetzelfde geldt voor de geest. Dat mensen een geest hebben, wil zeggen dat ze in bepaalde situaties bepaald gedrag vertonen. Als je denkt dat er meer is, dan maak je een categoriefout. Ryle legt uit wat een categoriefout is met behulp van een voorbeeld van iemand die voor het eerst op een universiteit komt. Stel dat zo iemand Tilburg University bezoekt en daar rondgeleid wordt. Hij krijgt de collegezalen te zien, de kantoren van de docenten en de onderzoekers, het babylab, de mensa, de bibliotheek en het campuscafé. Wat moet de gids zeggen als deze persoon opmerkt dat het allemaal heel erg prachtig is wat hij te zien gekregen heeft, maar dat hij zich wel afvraagt waar de universiteit nu eigenlijk is? De gids moet dan uitleggen dat deze persoon denkt dat naast de collegezalen en alle andere dingen die hij gezien heeft, er nog iets anders is, namelijk de universiteit, die daar los van staat. Hij denkt dan dat universiteit een aparte categorie is. Het is gemakkelijk in te zien dat je dan met een nepprobleem komt te zitten. Als je al die gebouwen gezien hebt, ga je je afvragen waar de universiteit is en kan je zoeken wat je wil, maar die ga je dan niet vinden. Iets soortgelijks geldt voor het lichaam-geestprobleem. Dit is volgens de behavioristen ook een nepprobleem. Als je denkt dat naast de gedragsdisposities iemand nog een aparte geest heeft, dan maak je eenzelfde categoriefout als iemand die denkt dat er naast de gebouwen nog een aparte universiteit is. Als je niet inziet dat je deze categoriefout maakt, dan ga je ten onrechte afvragen hoe de geest het lichaam kan beïnvloeden en bepaald gedrag kan veroorzaken. Als het behaviorisme klopt, dan kunnen we zinnen waarin verwijzingen naar mentale zaken voorkomen herschrijven, zonder dat ze aan betekenis verliezen, in lange, complexe zinnen waarin het observeerbaar gedrag van personen omschreven wordt. Een zin als Mary heeft hoofdpijn bevat het woord hoofdpijn, dat lijkt te verwijzen naar een subjectieve, onobserveerbare mentale toestand. Deze zin kunnen we herschrijven, zodanig dat dit woord er niet meer in voorkomt en dat er enkel verwezen wordt naar publiekelijk observeerbaar gedrag dat zij onder bepaalde condities zou vertonen. Deze zin wordt dan zoiets als Mary zit stil in haar stoel en als we haar een paracetamol zouden aanbieden, zou ze die innemen. Als we de stereo aan zouden zetten, zou ze vragen om die weer uit te zetten, etc. Er is echter een aantal problemen met het behaviorisme. Het eerste probleem is dat we in de herschrijvingen van zinnen met mentale termen etc. moeten gebruiken, omdat het nu eenmaal onmogelijk is om alle gedragsdisposities te beschrijven die nodig zijn om een zin te formuleren die hetzelfde betekent als de originele zin met de mentale term. In ons voorbeeld hoort daar bijvoorbeeld ook toe dat als we Mary aanbieden boodschappen voor haar te doen, dat zij dat aanbod zou accepteren en dat als Mary zelf boodschappen zou gaan doen, zij dan heel langzaam zou lopen. De parafrase is dus altijd onvolledig en daarmee niet gelijk in betekenis aan de originele zin met de mentale term. Wat een tweede serieus probleem is dat de parafrase van Mary heeft hoofdpijn het allerbelangrijkste weglaat van die hoofdpijn. Natuurlijk zal Mary een paracetamol innemen als zij die had, maar dat is niet het belangrijkste van de hoofdpijn. Het belangrijkste is dat het zo'n zeer doet. Is het werkelijk een categoriefout om te denken dat de pijn wat anders is dan de verzameling van gedragsdisposities? De meeste moderne filosofen zijn van mening dat dit geen categoriefout is en veel behavioristen hebben later ook toegegeven dat ze natuurlijk wel meenden dat mentale toestanden bestaan,
maar dat het heersende idee was dat het onwetenschappelijk was om daarover te praten, omdat die subjectief zijn. Een derde probleem dat Ryle zelf opmerkte, was de vraag wat de denker doet. De activiteit van de denker is denken, maar dat kan hij in principe doen zonder enig gedrag te vertonen. Hoe zou de behaviorist denken kunnen analyseren in behavioristische termen? Naar eigen zeggen heeft Ryle nooit een goed antwoord weten te vinden op de vraag wat de denker doet. Het behaviorisme nam dus weliswaar de wetenschap serieus door enkel over publiek observeerbaar gedrag te spreken, maar daarmee liet het feitelijk de geest buiten beschouwing. Wat we willen is een theorie over de geest die zowel de wetenschap als de geest serieus neemt.